Dat ding komt er niet uit de lucht vallen. Of misschien wel uit de lucht komt die vallen. Deze steen van slechts 20 bij 30 centimeter zal er niet voor zorgen dat de wereld vergaat. Maar terwijl de film Don't Look Up alle records breekt op Netflix, heeft ook de Geerpolder van Zoeterwoude te maken met een meteoorinslag. Nou ja, ik ga altijd morgens vroeg naar mijn werk toe. En ik kom daar de deur uit lopen en ik hoorde wat. En gekraak, en terwijl het eigenlijk niet waaide of zo. En ik denk, misschien loopt er wel een beest of zo. Maar ja, in het donker zag ik niks, dus ik ben naar mijn werk gegaan. Maar ik kwam 's middags thuis en er lagen hier afgebroken takken. En die boom die heeft ook een knak gehad. En daar zag ik een steen liggen in een gat. Nou, zo'n meteoor niet het eerste waar je aan denkt, kan ik me zo voorstellen. Nee, want ik heb ook van die Belgische keien liggen daar. Ik denk, iemand daar met die keien aan slepen geweest. Dus toen zijn we een beetje gaan googlen. En toen kwam het idee dat het misschien een meteoriet zou zijn. Als je naar het oppervlakte van de steen kijkt, dan zie je de glans en je ziet de kratervormingjes erin. Die komen dus door de inwerking van de val van de dampkring, waarin de extreme hitte en een ontzettende versnelling. Je moet je voorstellen, deze materie die komt met een vaart tussen de 30 en de 200.000 kilometer per uur naar beneden. En nou, dit is een onmiskenbaar geval van een meteoriet. Dit zal dan de zevende waarschijnlijk zijn die in Nederland gevonden wordt. Dordrecht is een discutabel geval. Maar Utrecht, Uden, Ellemeet, 5 jaar geleden Broek en Waterland en nu Zoeterwoude. Ja, dit is een magisch iets. Ja. Nou, dan komt nu de afsluiting. Dat is het slaan van het meetpunt. De plek van de inslag, die gaan we merken. Zodat we later met satellietwerking de boel terug kunnen vinden. Centimeter of 40 naar de vindsplaat, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Daar gaan we dan. Ja. Historisch moment. Ja. Zoeterwoude is gemerkt.